De containers in de Standard Template Library maken gebruik van iterators. Bijvoorbeeld om over de hele container te lopen en alle elementen te accessen. Hier zien we een voorbeeldje ervan. Een for loop, i loopt over alle elementen heen die in de container zitten en elk element wordt geprint, wat resulteert in deze lijst. Dit is een korte schrijfwijze of syntactic sugar voor wat hier gebeurt. Namelijk, de container wordt gepakt, de beginfunctie wordt aangeroepen om een iterator te krijgen naar het eerste element in de container. We lopen net zo lang door de for loop heen totdat de iterator gelijk is geworden aan de end iterator van deze container. En met de plus-plus operatie lopen we één voor één over de elementen heen. En vervolgens kunnen we de ster, de dereference operator, gebruiken om de waarde van de container op te vragen op de plek die de iterator aangeeft. Voor een container, om hieraan te voldoen, moeten er de volgende dingen waar zijn. Hij moet een begin en een end functie hebben, waarbij de begin dus een iterator geeft naar het eerste element en de end een iterator naar één verwijderd element. En op die iterator moeten vervolgens de volgende operaties kunnen worden uitgevoerd. Hier heb ik mijn myIterator gedefinieerd. Op de iterator is de operator star nodig, dus de dereferencing. Een andere operator die nodig is, is de plus-plus. Dat is om een stapje te zetten naar het volgende element. En de operator ongelijk aan is nodig om te checken of hij niet al bij het eindpunt is gekomen.